praat met Gerry Schonebeek, quiltenschilder. Gerry, wat is jouw rol bij het quiltenschilder? Vandaag sta ik in de stand van het quiltenschilder om bekendheid te geven aan de vereniging en ook nieuwe leden te werven. Lukt het? Dat hebben we zeker al gedaan vandaag, want we moeten de vereniging natuurlijk wel levend houden. Ja. En verder organiseer ik de algemene tentoonstelling. Die is in september in Deventer. Oh, wat leuk. Ja. En regiovertegenwoordiger ben ik ook nog. En actief quiltster. En waarom ben je ooit lid geworden van het quiltenschilder? Omdat ik nieuwsgierig was wat er allemaal te doen was. En natuurlijk heb je voordelen ook als lid zijn. Je krijgt een prachtig verenigingsblad. Je kan boeken lenen van de bibliotheek. Je wordt op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in het land. Dus ja, best wel veel. Leuk, hartstikke leuk. Ja. Jullie hebben hier ook wat spullen meegenomen? Ja, zeker. Ja. We hebben altijd prachtige kaarten. Die worden gemaakt van de quilts die in de laatste tentoonstelling zijn geweest. En we hebben af en toe ook acties met extra dingen. We hebben speltjes die je kunt kopen. Informatieblaadje met alle activiteiten. Zeg, en die snuffelkliniek quilten, die is vorig jaar gestart, hè? Die is vorig jaar gestart en dat wordt gehouden bij de winkeliers. Ja. En dan kun je even snuffelen aan het quilten. Vind je het leuk of vind je het niet leuk? Is dit een goede gelegenheid om daar even aan te proeven? Zeg, en hoe kun je daar meer informatie, waar kun je dat vinden? Even contact opnemen met de winkeliers. Je kunt op onze website kijken, www.quiltenschilder.nl. En daar vind je alle informaties over het lidmaatschap, de snuffelclinics, tentoonstellingen. Super. Kijk even op de website van ons. Zeg, en ik zie achter jou ook nog een banier van Quiltenschilder Modern Quilt Guild. Dat is ook een van de voordelen als je lid bent van het quiltenschilder. Dan kun je dus gratis ook lid worden van het Modern Quilt Guild. En dan krijg je daar ook wel nog informatie van via de Amerikaanse site. Dus dat is eigenlijk... Een extra bonus. Zeg, hoeveel mensen hebben dat al gedaan? Ik schat in, maar ik weet het niet precies. Maar ik denk 200-300 zeker al. Geweldig. Maar er kunnen altijd nog meer. Als je geïnteresseerd bent in de moderne quilt, natuurlijk altijd nog meer mensen bij. Leuk. Ja. Echt de eigen tak van sport, hè? Ja, zeker. Nou, laten we eens gaan kijken bij je collega's. Ja. Die zijn hier aan het quilten. Dankjewel, Gerry. Hier hebben we Gerda Hooglands. Hallo, Gerda. Hallo. Wat is jouw rol bij het quiltenschilder? Mijn rol bij het quiltenschilder is heel veel administratief werk. Zorgen voor advertenties binnenkrijgen, samen met Rosanne. In de boekhouding de facturen inboeken, facturen maken, facturen inboeken. Regio's coördinator zijn en daar de administratie van doen van alle 21 regio's in Nederland. Recht allemaal binnen. Je is ook een grote vereniging, hè? Ja, ja, heel grote vereniging. Bijna 11.000. Ja, 11.000. Zeg, wat ben je hier aan het doen? Nou, volgend jaar, zoals je weet, bestaan we 35 jaar en we hebben lapjes aan de leden gegeven die op de ATT zijn geweest. Wij hebben ook een lapje gekregen als bestuur zijnde en daar ben ik iets van aan het maken. Rondjes van verschillende afmeting. En daar wil ik dus op een egale achtergrond, lichte achtergrond gaan appliceren. Wat leuk. En komt daar een expositie van? We hopen van wel. Het ligt aan de inzendingen hoeveel. Of het geïntegreerd wordt in de algemene tentoonstelling. Of dat er een aparte tentoonstelling. Dat hangt toch even van de inzendingen af. Maar doorwerken ga je. He? Hij komt zeker er weet, hartstikke komt goed. Dankjewel. En dan praten we met Inge van Koningsveld. Ja. Inge, wat is jouw rol bij het quiltenschilder? Ik ben bestuurslid en hoofdredacteur van Quiltnieuws. Van Quiltnieuws? Wat is Quiltnieuws? Het hele geweldige blad. Ja, mijn favoriet. Waar we iedere keer weer proberen om voor de traditionele, eigentijdse, moderne en artquilt er iets interessants in te zetten. En dat lukt ook. Dankjewel, ja. Het is leuk om te horen. We krijgen ook veel complimenten, dus het is leuk, mensen komen langs. Ja, om dit hier te vertellen. Ja, om te vertellen dat wat ze missen ook. Ja. Want er hangt daar een quilt, die is voor ons al heel oud, die hangt op ons kantoor. Maar mensen vroegen, komt hij ook in Quiltnieuws? Want we vinden hem zo leuk. Dus hij wordt weer helemaal eigentijds. Ja, dus ja, daar gaan we zeker gehoor aan geven. En wat leuk dat jullie hier aan het demonstreren zijn. Wat ben jij aan het doen?
Nou, ik ben bezig met een Gossip in the Garden quilt. Dat is een blok van de maand. En dan moeten we een aantal sterretjes maken. En ja, dat is gewoon een leuk werkje voor tussendoor. Normaal doe ik dat thuis op de hand. Maar nu hebben we een mooie naaimachine hier ter beschikking. Om te laten zien dat het ook op de naaimachine kan. Foundation piecing. Zeg Inge, en is dat moeilijk om dat precies daar in het midden te krijgen? Nee, niet, want ik heb het op een ondergrondje getekend. Dus ik ga straks precies op de lijntjes, de getekende lijntjes, ga ik het aan elkaar naaien. En dan wordt het helemaal perfect met de puntjes. Wat goed, dus het is een hobby die voor iedereen bereikbaar is? Absoluut, ja hoor, ja? Zeker wel. Wat leuk, en daar heb je nog meer blokken liggen? Ja, we hebben hier ons geldboompje liggen. Een kerstboom? Ja. Kerstboom, een herfstboom en een geldboompje hebben we gemaakt. Ja. Dit is eigenlijk zo ontzettend simpel. Dit is foundation piecing of paper piecing, wordt ook genoemd. Je tekent op een blaadje een figuur. Ja. Dat ga je op de genummerde manier aan elkaar zetten. Lapje 1, 2, 3 enzovoorts. Als het allemaal gestikt is, dan scheur je aan de achterzijde. Scheur je het papier weg. En omdat je het ook heel precies hebt afgesneden op een halve centimeter, kun je ze strakjes mooi aan elkaar zetten. Zie, hier is het papier weg. Of je gebruikt er maar één en dan maak je er een leuk onderzettertje van. Geweldig. Ja. Zeg, en ik zie hier ook nog een prachtige collectie boeken liggen, waaronder mijn favoriet, Geschiedenis van de Nederlandse Quilt van Anne Mone. Volgens mij een collectors item. Absoluut, absoluut. Zij heeft enorm veel werk gedaan in het verzamelen van informatie over de historische quilts. Ja. Maar wat zijn deze boeken? Deze boeken is een kleine hoeveelheid uit de 2000 boeken die we hebben. 2000? Ruim 2000, ja. Als quiltverschil. Een bibliotheek. Die wordt door Dionne van Ratering bijgehouden. Leden kunnen gratis boeken lenen. Ja, wij nemen de verzendkosten voor onze rekening. Ze mogen ze 3 weken houden, eventueel nog een keer 3 weken verlengen. Alleen de verzendkosten retour, die betalen de leden zelf. Dus dat is alweer een tweede voordeel van dit zijn. Absoluut. Geweldig blad, boeken uit de bibliotheek. Informatie, boeken. Een expositie, ja. Meerdere exposities. Hè? Absoluut. Algemene tentoonstelling. Miniatuurbeeld. Ja. En dit jaar hopelijk ook komend jaar een jubileum tentoonstelling. 35 jaar. Ja, 35 jaar. Ja. Door de reden om lid te worden. Absoluut, zeker weten. Ja. Nou, dankjewel. Jullie ook bedankt. Veel succes. Gaat lukken.